Hallo iedereen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben Nora Lee en we zijn dus in Spanje. Als jij nog niet wist, bekijk dan zeker de vorige vlogs, want het is heel leuk hier in Spanje. Ik ben hier samen met Julius. En Julius kan ook meegetuigen dat het hier super leuk is. Ja. Normaal hebben we lekker gebasketbald, of ja, het liep niet zo super goed. We hebben getennis. Jullie zijn een beetje boos geworden, dus we zijn ermee gestopt. Ik ben boos op Nathan. Oké, dus is boos op Nathan, maar alles komt wel weer goed. Oh, wow. Daar ging mijn GSM. Sorry, ja, moeder, dat ik knal. Ik dacht echt dat hij van het balkon ging vliegen. dus we hebben getennis. Nu gaan we zwemmen. Want ik heb een zwemgriep aan, een bikini. Dus ja. Oké, het is trouwens hier aan het maaien, want de haar waait overal in mijn gezicht, zoals jullie kunnen zien. Dus dat is echt heel vervelend. Kijk mijn haar. En toen kwam er ineens een meisje uit de lift en ik keek me heel graag aan. Maar dus we gaan nu zwemmen. En ik ga ook langs de bar, want ik heb echt heel veel dorst. Dus ja. Hey iedereen, we zijn al eventjes wat later. Ik heb net gegeten. En dit keer heb ik wel een video gemaakt van het eten. Dus die komt nu in beeld. Naar boven aan het gaan, want we mogen niet alleen in de lift. Want stel je voor de kompassen zitten, ja, dan hebben we gewoon een probleem. Dus ja. Ja, we zijn bijna boven. Of ja, ik ben bijna boven. Want ik ben hier alleen aan het wandelen met het kaartje van ons hotelding. Hotelkamer. Dus ja. Ik weet niet wat we vandaag nog gaan doen. We hebben net voor het middageten ook lekker gezwommen. En nu ga ik gewoon even rusten, denk ik. Ik heb eigenlijk al deze keer gezegd hoe mooi ik dit uitzicht vind, maar dat is ook gewoon zo. Daar is het strand. En nog meer hotels. En dit is mijn kamer. Dus dan gaan we die nu open doen. Iemand heeft die op slot gedaan. Jongens. Wat? Doe de deur eens terug open voor mij. Ah, hier is Nathannetje. Ik wil niet wachten. Oké, Nathan wil niet op de vlog, of toch wel, Nathan? Hoe laat is het? Ik zal zelfs kijken. Dus hier staat dan. Wil je op de vlog of niet? Nee. Nathan gaat zelfs aan de kids club. Je mag niet filmen daar. Nee, we gaan ook niet aan de kids. Ik ga niet mee. Ja. Je moet alleen. Ja, je weet ook de weg. Julius! Dus, dit is op de planning. En hier is Julius. En het is er mooi gepoetst. Dan zie ik jullie straks weer terug als we nog iets leuks gaan doen, want... Momenteel weet ik niet echt iets wat we nog kunnen doen. Het is alweer avond en vandaag heb ik dus eigenlijk gewoon vooral veel gerust. Want het was ook gewoon niet echt een dag om heel veel dingen te doen. Want ik was vrij moe vandaag. Of ja, het was ook gewoon een rustdagje. En blijkbaar bestaat het hotel 35 jaar. Want ik kreeg er straks een heel leuk souvenirtje van dat het hotel 35 jaar bestaat. Ik weet nu niet waar het souvenirtje naartoe is. Maar volgens mij... ligt daar mijn tasje. Dus er hingen ook allemaal leuke ballonnen op. Er was een chocolade fondue, een taart met 35 jaar op. Echt heel cool. Dus er komen nu ook allemaal leuke video's en foto's in beeld. Als ik überhaupt foto's heb, video's heb. Sorry dat ik me dat verspreek. Dus ik zei van dat er leuke foto's in beeld komen als ik foto's heb. En dan was het waarschijnlijk een heel kort vlogje. Mama. Maar wil je nog iets? Wat wil je zeggen tegen de kijkertjes? Wat dan? Ja, dat weet ik niet, hè. Want je zegt altijd dat ik moet stoppen met filmen. Maar ik ben mijn vlogje aan het maken. Ja, oké. Dus als je erop wilt, moet je wat zeggen. Want ik kan direct afsluiten. Ja. Dus als ik leuke foto's heb, komen ze allemaal in beeld. Video's heb ik volgens mij niet. Zo ja, als ik het wel heb, komt het ook in beeld. En dan wil ik zeggen dat het een kort vlogje was. Dus sorry daarvoor als jullie langere vlogjes gewend zijn. Maar ik heb gewoon niks te vertellen meer vandaag. Dus dan wil ik heel erg
Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie over 2 dagen weer terug. Doei! En sorry als ik me soms een beetje verspreek. Geen enkele persoon is perfect. Dus ja.